Niks. Niks. Duurt gewoon niks. Niks. Niets. Niets. Nee, ook helemaal niets. Natura 2000. Weinig of niks in alle eerlijkheid. Goeie, Natura 2000, ja, maar dit is feitelijk. Dat is wat nu weten. Ik weet er niks over, maar misschien mijn zus, die zit ginder. Weet hij wat dat is, Natura 2000? Natura 2000 zijn de allermooiste plekjes van Europa, die we allemaal kennen van tv of als reisbestemming. Denk maar aan de Alpen, de Pyreneeën, de Cevennen in Frankrijk, de Waddenzee in Nederland. Maar ook dichter bij huis, hier in Vlaanderen en België, hebben we van die prachtige gebieden, zoals het Zwin, de Kalmthoutse Heide, het Soonjewoud, de Mechelse Heide. Al deze stukjes natuur zijn kwetsbaar en de moeite waard om beschermd te worden voor onze kinderen en kleinkinderen. Heel wat regelgeving wordt in Europa gemaakt. Op die manier zorgt Europa ervoor dat er geen concurrentievervalsing tussen de lidstaten ontstaat en dat overal de lat op dezelfde hoogte wordt gelegd. Zo is er bijvoorbeeld heel wat Europese regelgeving rond economie, rond sociaal beleid en ook rond milieu. Sinds de jaren 80-90 is men in Europa zich ervan bewust dat onze natuur achteruit gaat en dringend bescherming behoeft. Hiervoor werd de Vogel- en Habitatrichtlijn ingesteld. Met het Natura 2000-netwerk wil Europa die mooie plekjes natuur voor onze kinderen beschermen. Ja, wij werken dus in Limburg voor de instandhoudingsdoelstellingen. En wij zijn nu onderweg om op terrein te gaan beoordelen hoe de biotopen, de habitats, er actueel bij staan, of er problemen rond zijn, of er knelpunten zijn die moeten opgelost worden. Ja, als we zo'n habitatrichtlijngebied gaan beoordelen, dan maken we gebruik van basisgegevens die we aangereikt krijgen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, van het UNBO, van onze collega's. Van die mensen krijgen we een habitatkaart. Dus dat is van alle habitatrichtlijngebieden, is dat een kaart waarop staat welke habitats waar voorkomen. En we krijgen ook verspreidingsgegevens aangereikt van habitats en van soorten. Wat wij dan doen is met die kaarten op terrein gaan. En als blijkt dat die habitats in een ongunstige staat zijn, dan gaan we kijken wat er nodig is om die habitats in de toekomst opnieuw in een gunstige staat te krijgen. Waarom willen wij die natuur beschermen? Wel, sinds de 20e eeuw verdwijnen soorten en planten aan een razendsnel tempo uit Vlaanderen, uit België, maar ook uit de hele wereld sterven ze gewoonweg uit en zijn ze voorgoed weg. Dit is niet alleen jammer voor die planten en voor die dieren, maar het is ook jammer voor ons. Als planten en dieren aan zo'n razend tempo verdwijnen, is dat ook een teken dat er iets mis is met onze leefomgeving. We hebben die natuur nodig om te ontspannen, om te genieten, om frisse lucht te halen, om te joggen, om te recreëren, maar nog voor veel meer dan dat. Die natuurgebieden die beschermen ons tegen wateroverlast, zorgen dat er overstromingsgebieden zijn. Die zorgen voor een gezonde bodem waarin de landbouw haar producten kan winnen. Die natuur die zorgt ervoor dat er hout is, dat er kan gejaagd worden, dat er vissen zijn, dat er een enorm reservoir is aan producten die we nodig hebben als mens, nu en in de toekomst. En daarom is het belangrijk dat wij die natuurgebieden op een goede manier beschermen. Geert, dan moeten we hier eens kijken. Hier is 2 jaar geleden geplacht in de hei. Overgang tussen droge hei en natte hei. Mm-hmm. En eens gaan kijken of alle kensoorten eigenlijk wel terug zijn gekomen die we verwachten in dit milieu. Ja. Dat stuk waar we juist in doorgewandeld, dat was vroeger eigenlijk een heel goede vochtige of natte heide. Vroeger was dat een korte, structuurrijke vegetatie met voornamelijk dopheide. Dat is dit plantje hier. Met ertussen kensoorten als klokkenschentianen, veenbiezen en zo. Ik weet niet of je het juist gemerkt hebt, maar het is nu een redelijk hoge, ruige vegetatie geworden. Met redelijk veel struikheid tussen, pijpenstrootje. Dus dat eigenlijk zijn allemaal indicatoren dat er iets aan de hand is met dat habitat. Dat aan het verslechteren is. Je hebt nog veenbies die gekiemd is, wat positief is. Maar er zijn dingen die ontbreken. En voor een goede, fatsoenlijke natte hei te hebben,
hadden we zeker verwacht dat we die gingen terugkrijgen. Ja. De natuur in Vlaanderen is tot stand gekomen door een intense wisselwerking tussen mens en de natuur. De natuur bij ons is dan natuurlijk ook erg versnipperd. En in die Natura 2000 gebieden, daar wonen en werken ook mensen. Er zijn ook boeren die hier aan landbouw doen. Er wonen mensen, er wordt gerecreëerd, er wordt aan bosbouw gedaan. En het is belangrijk dat we samen met iedereen die hier actief is, dat we daar afspraken maken van hoe we die natuur gaan beschermen. En we gaan het doen samen met alle betrokkenen. Met de landbouwers, met de boseigenaars, de jagers, de natuurbeschermers en zo verder. We gaan afspreken wie, wat, waar gaat doen, wanneer, met welk budget. En uiteraard is het belangrijk dat daar waar inspanningen worden gevraagd van verschillende mensen, dat er ook een vergoeding kan tegenoverstaan die billijk en correct is. Dus kleine zonnedouw, ronde zonnedouw. Als we op terrein gaan, ga ik proberen om de faunistische waarden mee in rekenschap te brengen. Natuurlijk hebben we niet veel tijd om alles te bekijken, maar af en toe komen we zo eens een zeer frappante soort tegen. Zoals deze sprinkhaan. Het noemt een blauwvleugelsprinkhaan. Dus je zult ook zien dat hij een blauwe vleugel heeft. Een zeer opvallend dier. Blauwvleugelsprinkhaan is een typische soort voor dit soort van milieus. Dus psammofiele heide, zoals we die noemen, met veel blootzand. Die zit langs wegen. Die is echt een thermofiele soort. Dat wil zeggen dat ze dus de warme stukjes van de heidegebieden aandoet. Het is een soort die het heel moeilijk doet. Er zijn heel veel plekjes die te zwaar vergrast zijn. Daar houdt hij niet van. Er zijn dus in Vlaanderen ook minder en minder populaties, maar dit is een goed gebied ervoor. En de werken die we hier doen, onder andere ook voor dus de verdroging van de natte hei tegen te gaan, door het ontbossen van die stukken hierachter, zal zeker en vast ook deze soort vooruit helpen. En de kikker verzet zich aan de kaft. Mooi, op die kaft. Verre, natuur en mannen. Dus Geert, inderdaad, het is dus verspreidbladige goudvuil die hier aan de kant van het water staat. Samen met die elzenzeggen en zomszeggen zitten we qua kensoorten heel goed hier. Bittere veldkers, mooi ontwikkeld. Als je nog al die plantensoorten hebt, ik wil dat zeggen dat het van ouds een mooi ontwikkeld habitat is, een mooi biotoop is. Als een biotoop achteruit gaat, verdroogt of wat ook, zult je zien dat die soorten stilletjes aan achteruit beginnen gaan. En dus het totale aantal soorten dat er types in zijn, bepaalt eigenlijk de goede kwaliteit van je biotoop. Camping, recreatie heeft totaal geen impact op dit genre van habitats of biotopen. Er kan zeer goed samengewerkt worden met andere belangengroepen om dit soort van doelen te bereiken. Mooi plekje. Als Vlaamse overheid zijn we er uiteraard al lang mee bezig met die natuur te beschermen. We hebben onze domeinen zoals het Soniowoud, zoals het Meerdaalwoud en de grote heidegebieden die we als reservaat beschermen. Maar er is veel meer nodig dan dat. We hebben hier ook de hulp nodig van iedereen die actief is in deze mooie gebieden. En om die natuur in stand te houden, hebben we ook net jullie, hebben we net de mensen, de boeren, de jagers, de vissers, de natuurbeschermers, de bosbouwers, hebben ze allemaal nodig om de natuur goed te kunnen beschermen. Zonder de inspanningen van iedereen die actief is in onze Natura 2000 gebieden, kunnen we nooit onze natuurdoelen realiseren. Daarom is het belangrijk dat we hier rond gaan samenwerken voor meer en betere natuur.